Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis via het internet met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze dienst waarin evangelist De Vries uit Urk voorgaat. De organist is Eddie van Olm. De bloemen gaan met een hartelijke groet naar Trein Rietma. De kindernevendienst heeft vakantie. De collectes zijn voor de eigen gemeente, afdracht Centrale Kas en voor de diaconie. U kunt uw gaven straks bij de uitgang geven. Vanavond is de dienst om 7 uur in Onderdendam. Dominee Versloot uit Groningen gaat hierin voor. Volgende week zondag is de dienst om 9:30 hier in Bedum. Dan hoopt dominee Van Wingerden uit Rijssen voor te gaan. En s'avonds om 7 uur in Onderdendam hoopt dominee Wind uit Damwoude voor te gaan. Wij beginnen deze dienst met het zingen van gezang 436, de versen 1 en 3. Wij wensen u een goede en gezegende dienst. Gemeente, er is nu eerst een moment van stil gebed. En we spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en die de aarde heeft geschapen, die trouw bewaart van generatie op generatie en nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente van Christus, genade zij u en vrede van hem die is en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 108. Psalm 108. En we zingen daarvan de versen 1 en 2. Mijn hart, Heer, is in u gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maak harp en luid de Heere groot. En dan ook vers 2. Ja, hoger dan het hemelsblauw is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 1 en 2 van Psalm 108. Gemeente, wij willen met elkaar luisteren naar de 10 geboden. En ik vraag u een antwoord daarop te willen zingen van Psalm 32, de versen 2 en vers 4. Nu heb ik, Heer, mijn zonde u beleden. Ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik doe dit vanmorgen de 10 geboden gemeente op rijm. In vele oude kerken zie je dus aan de linkerkant de wet van God en aan de rechterkant de geloofsbelijdenis. De 10 geboden. Dient enen God en anders geen. Buig voor geen beeld van hout of steen. Gebruik Gods naam met diep ontzag. Gedenk een heilig zeren dag. Zie toe dat gij uw ouders eert. Dat gij niet doodt of iemand deert. Breek nooit de eens gesloten echt. Steel niet. Het is beter arm dan slecht. En spreek nooit een vals getuigenis. En begeer niet wat uws naasten is. En Christus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, want dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Want aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
willen wij bidden om de leiding van de Gods Geest. Laat ons bidden. Ja, Heere onze God, dat zeggen we soms zo gemakkelijk. Laten we bidden. Maar u bent de heilige en de rechtvaardige God, die troont en woont in de hemel. En wij zijn maar nietige mensen hier op de aarde, die ons voortbewegen over deze lage velden die wij dan aarde noemen. U de rechtvaardige, de almachtige, de alomtegenwoordige God. Wat bijzonder dat u ons doet samenkomen in uw huis, terwijl er zoveel andere broeders en zusters wereldwijd worden gepest en worden geplaagd, omdat ze u, de Heer Jezus, volgen. Gemarteld. En zoals in Nigeria vorige week, medebroeders en zusters zijn gedood, omdat ze een Bijbel in huis hebben. En wij mogen vanmorgen hier samenkomen, niemand legt ons een strobreed in de weg. En wij mogen de Bijbel, de Heilige Schrift, openen en met uw woord bezig zijn. Ter vermaning, ter vermoediging en ook ter vertroosting. Heere onze God, wij bidden u hartelijk, wilt u ons een goede en een gezegende dienst geven. Want u komt immers toe, alle lof, alle eer, alle aanbidding. U bent God en niemand meer. En zo bidden wij dat uw woord door de Heilige Geest de inspiratie mag ontvangen van uw knecht. Uw knecht die ook beseft dat elke zucht van zijn ziel nog genade is. En daarom danken wij u en bidden wij u om de leiding van de Heilige Geest, die ons juist de inspiratie moet geven tot de verkondiging van uw heilig, dierbaar woord. En hoe zouden we anders kunnen spreken als niet de Heilige Geest in onze harten werkt? Ook bij onze broeders en zusters die hier bij ons in de kerk zitten, maar ook zij die met ons verbonden zijn. En we bidden u ook vanmorgen speciaal voor Holland Christian Home in Toronto, die vandaag of op een later tijdstip met ons verbonden zijn, middels de livestream. Oudere broeders en zusters die daar verblijven, meer dan 1000, en waarvan er een groot aantal nu ook zijn, die wat wazig zijn geworden in hun gedachten en geen Engels meer spreken, zoals u weet, en juist getroffen zijn door het Hollandse wat ze vroeger in Holland, in het Groningenland of waar dan ook geleerd hebben. Barmhartige God en Hemelse Vader, wees met allen die met ons meeluisteren, ook die ziek zijn. U kent ze allemaal bij name en wij bidden u hartelijk, Heere, wilt u uw handen zegenend ook over hen uitstrekken, opdat ze het ook van u mogen verwachten. Vooral bij het klimmen der jaren, misschien hadden ze graag nog wel naar de kerk willen komen, maar door lichamelijke klachten niet meer kunnen, niet meer in staat zijn om zich voort te bewegen. Wees zo met deze gemeente die herdeloos is. Maar u wilt, o God, als de herder der schapen zien en toezien en uitzien
naar uw kudde zoals die ook vanmorgen hier in uw huis is samengekomen. God van alle barmhartigheid, geeft u ons zo een rijke dienst. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus, uw lieve Zoon, onze Heiland. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen de Heilige Schrift openen. En we lezen met elkaar uit het Nieuwe Testament, 2 Timotheüs 4. 2 Timotheüs 4, de versen 1 tot en met vers 10. En ik vraag u een antwoord op de lezing uit de Heilige Schrift te willen zingen van de 139e psalm, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van psalm 139. 2 Timotheüs 4, vanaf vers 1, waar we lezen: ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin. Gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, zo zegt Paulus tegen Timotheus, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Onze tekst is het eerste gedeelte van vers 10, waar we lezen in onze tekst: want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van onze God niet alleen horen, maar het ook in hun harten bewaren. Amen.
Hij werd bijna 100 jaar en is vorig jaar overleden. De bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham, voor meer dan 200 miljoen mensen en in 185 landen heeft hij tijdens zijn lange leven het evangelie van Jezus Christus verkondigd. En door de prediking van Billy Graham zijn duizenden tot geloof gebracht in Christus. En ook met de Amerikaanse presidenten had hij steeds pastorale gesprekken. En wees hij diverse presidenten op hun opdracht. En bovenal op de liefde van God. Vanmorgen gaat het ook over een evangelist. Demas, waar we uit gelezen hebben, 2 Timotheus 4. Demas, een van Paulus' trouwste medewerkers. Je zou kunnen zeggen, het was Paulus' zijn rechterhand. Hij reisde met de apostel mee op al zijn zendingsreizen. Demas was goed onderlegd in de schrift. En Paulus, opgegroeid in de Grieks-Romeinse wereld, heeft tijdens zijn evangelieverkondiging heel veel ellende en beproevingen om het geloof moeten doorstaan. Paulus ging vele keren door diepe dalen en is zelfs een keer gestenigd om het geloof. En terwijl Paulus nu gevangen zit in de wereldstad Rome, lezen we dus onze tekst vers 10. Want Demas heeft mij verlaten. Die hield het voor gezien. Die heeft de strijd opgegeven. En nu dat Paulus daar in de gevangenis zit, dringt het des te meer tot hem door. En voelt hij het aan. In mijn omstandigheden zou het wel eens zo kunnen zijn dat dit mijn einde betekent, dat ik sterven ga. En dat over mijn verramp laat dan Demas hem ook nog in de steek. Het is, gemeente, voor Paulus om moedeloos van te worden. Paulus zette zijn verdriet op schrift en schrijft aan broeder Timotheus, je leest het in vers 6 en 7, mijn bloed wordt als een offer uitgegoten. En het moment waarop ik heen ga, nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden. Ja, Paulus mag dan door Demas zijn achtergelaten. De apostel is ervan overtuigd dat de Heere God hem nooit in de steek zal laten. Hij is er diep van overtuigd. En wat doet Demas? Die keert nota bene terug naar Thessalonica. Die neemt de benen. Die gaat terug naar zijn geboortestad. Want daar, dat wist hij vanuit het verleden, daar kun je heerlijk uit je dak gaan, daar heerst het stadse uitgaansleven. En zoals de jeugd tegenwoordig je hoort zeggen, daar kunnen we dan lekker uit ons dak gaan. En dan schrijft Paulus in vers 9 aan Timotheus, kom snel naar mij toe, want jij dient positie te nemen tegen de dreigende en de opkomende goddeloosheid. En daarom krijgt Timotheus van Paulus de opdracht, zo lazen we immers vers 2, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan, met alle geduld en onderricht. En dan gaat Paulus verder in vers 3 en dan zegt hij,
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. En wie vandaag in de dag, reformatorisch gezien, zijn ogen de kos geeft en zijn oren te luisteren legt, dan ontdek je dat er heel wat van die verkondigers zijn. Verzinsel brengen. En vervolgens gaat Paulus verder met Timotheus en zegt hij in vers 5, maar jij echter, Timotheus, moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als evangelist, als verkondiger van het evangelie doen en je dienende taak vervullen. Zoals gezegd, Demas dacht er anders over. Die pakte zijn koffers en terwijl hij voor het koninkrijk van God zulk voortreffelijk werk deed, onbegrijpelijk. Je vraagt je daarom af, Demas, wat heeft je nu bezield om Paulus in de steek te laten en te vluchten naar Thessalonica, naar je geboortegrond? Nou, daar staat ook in vers 10. Als u het meegelezen hebt, heb u het kunnen zien en kunnen horen. Vers 10, die tweede regel. Omdat Demas de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Dat is het. Maar de apostel getuigt dat in voor- en tegenspoed, in tijd en eeuwigheid, is zijn ziel geborgen bij zijn God. En wat hem dus ook overkomen mag, hij zegt dus in vers 8, want voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. Demas, die keerde dus de kerk de rug toe. Demas was een van de eerste kerkverlaters. En nu, zo las ik onlangs, zijn er over het jaar 2021 bij de Protestantse Kerk in Nederland 62.000 leden uitgeschreven. Ze wilden dus, net als Demas, niet meer bij de kerk behoren. En we zien dus duidelijk dat de laatste decennia de secularisatie, de verwereldlijking in Nederland sterk is toegenomen. Het blijkt dat voor heel veel mensen, als je dat vraagt, dat de kerk ze niet meer zo boeit. En als je die mensen vraagt, dan zeggen ze, weet je wat het nou is? Zondagsmorgens, we kunnen het thuis af ook. Maar kijken we heel graag naar de EO, naar de tv. En weet je, dat is maar een heel kort preekje. 5 minuten. Dat is gewoon geweldig, joh. Kort en krachtig. Geen oudbollige preken en oudbollige diensten in de kerk. Wel nee. Wel nee. Maar er zijn er ook die tegen mij ook wel zeggen als ik zeg, ik zie al een hele tijd niet meer in de kerk. Dan zeggen ze, ja weet je, zondagsmorgens dat is al vrij betijds om 9 uur houwer of power. Met Jan van den Bos. Dat is helemaal tof joh. Daar moet je eens naar kijken. En bij weer anderen die hebben een hele andere visie op de kerk tegenwoordig. Het moet allemaal kunnen toch? Zeg toch niet te veel? Die zetten de kerk op de tweede plaats. Vooral in de zomertijd. Ja, de zondag is voor ons dan genieten van Gods heerlijke natuur.
En dan zijn ze ook nog bijbels bezig, want weet je, dan zeggen ze, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en eerlijkheid. Maar ik weet van een dominee waar ook een lid van zijn gemeente die niet meer in de kerk kwam, vooral in de zomer niet. Ik weet van een dominee die zei, maar broeder, ga nou even verder met Psalm 19, want er staat in het vervolg, maar Serenwet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Dat is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Toen die dominee mij dat vertelde, toen zei die dominee, tot ziens. Friese meren, Kaagse plassen, dat lijkt die mensen wel, die de kerk dus op de tweede plaats zetten. En ze zijn verknocht aan hun aardse bezittingen, luxe en welvaart. Maar jaren geleden was ik in de kerk van Bloemendaal onder het gehoor van bijlen de bekende radiopredikant dominee Torenvliet. En dominee Torenvliet had het dus ook over de rijkdom en de mensen die van luxe en welvaart genoten en er zo aan verknocht waren. En toen zei dominee Torenvliet, maar ja, we hebben hier natuurlijk gemeente geen blijvende stad. Want we moeten er eens bij vandaan. En toen liet hij een stilte vallen en toen zei hij, of misschien hebt u wel eens een verhuiswagen achter een lijkwagen aan zien rijden. En toen werd het stil. En Paulus die zegt dus in 1 Timotheus 6 vers 17, beveel de rijken dat ze niet hoogmoedig zijn, een hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van hun rijkdom, maar op de levende God. En dan komt het, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Dat laatste is toch geweldig. Genieten, jazeker. Wij mogen van heel veel dingen genieten, lieve mensen. Geniet van je kinderen. En wat kunnen we van onze kleinkinderen genieten, nietwaar? Geniet van je huis. Geniet van je bezittingen. Of van je sport, waar je fit bij blijft. Of je vakantie. Geniet ervan. Maar, ik had het net over Psalm 19. De dichter van Psalm 19 is ook wijs en zegt dus, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Maar je vraagt je natuurlijk wel af, waarom heeft Demas nu de kerk vaarwel gezegd? Want je kunt natuurlijk de kerk dan voorbij lopen. Maar anderzijds kun je natuurlijk ook de kerk inlopen. Maar tegenwoordig zijn er mensen die denken daar anders over. Die lopen de kerk voorbij. Gelukkig is het bij u niet zo. Vorige week heb ik dezelfde preek gehouden in een andere gemeente, waar normaal 300-400 mensen kwamen 10, 15 jaar terug. En nu zaten ze er met 17. Dat is de praktijk. Dat is geen verzinsel. Dat is de praktijk. Mensen boeit het niet meer, blijkbaar. En dan te bedenken, wat is ook misschien, dat is wel zeker, wat zal ook in dit gouden bedehuis in de loop der eeuwen niet zijn afgepreekt? De kerk, gemeente, moet ons dierbaar zijn. Nu worden er vele kerken gesloten en verkocht. Maar deze bedehuizen waar we God, de schepper van ons leven, hebben leren aanbidden,
De kerk waarin we mensen gedoopt zijn. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. De kerk waar u en ik geknield hebben gelegen. En de dominee Gods aangezicht zocht in gebed. Met zegenende handen. De kerk waar onze grootouders en bemoedigd zijn. Met machtige woorden, rijke woorden. Waarin ze zijn getroost als ze verdriet hadden. De kerk waarin we dus getrouwd zijn. De kerk waarin u en ik en jij belijdenis van ons geloof hebben afgelegd. De kerk. De kerk. Jaren geleden predikte in Zeeland. En ik was de gast tussen het bedrijf en tussen de middag door bij een mevrouw, een oude mevrouw. En die oude mevrouw die ging mij vertellen dat ze in 1953 in die rampnacht, die watersnoodrampnacht, dat ze met haar man en haar drie kinderen op het dak van het huis zat. En ze vertelde mij dat er op een gegeven moment in die stormnacht een vloedgolf kwam, zodat en haar man en haar drie lieve kinderen werden meegesleurd door de golven. En ze zijn verdronken. Toen ze dat vertelde, kreeg ik tranen in mijn ogen. Maar zij glimlachte. En ze wees op een bord aan de muur. En weet je wat erop stond? Weg, wereld, weg, schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Wat had dat mens een machtig geloofsvertrouwen om jaloers op te worden. Het deed Paulus pijn en verdriet dat Demas hem verlaten had. Maar broeders en zusters, jongelui, hoe zal Jezus zich hebben gevoeld? Toen hij met doorboorde handen door die ruwe soldaten werd vastgesprijkerd aan dat vervloekte kruis. En Jezus in angstzweet uitriep, mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar Gods Zoon heeft door zijn sterven en opstanding ook voor u en jou en mij genade, verlossing, verzoening teweeggebracht. Ja, ik vraag me steeds weer af, lieve jonge mensen, blij dat jullie er zijn, dus het treft jullie natuurlijk niet. Maar ik heb me zo eens bezig gehouden de laatste maanden met al die popfestivals, muziekfestivals. Dat trok elke keer tienduizenden jongeren. En gelukkig, ik zie hier gelukkig, daar ben ik de Heere dankbaar voor, nog verschillende jonge mensen zitten. Maar de laatste maanden vooral, en ook door de coronatijd misschien, zie ik totaal geen jonge mensen meer in de kerk. Daar klagen veel meer dominees over. Maar waarom trekken nu zo die muziekfestivals? En dan hoorde ik van een neef van me die er geweest was, die zei ja. Hij zei het een beetje smalend. Wat dacht je van die tankwagens vol met geestrijk vocht? Dat is natuurlijk geen water. Met geestrijk vocht, tankwagens van 10 en 12.000 liter werden aangevoerd met Pinkster. Nota bene met Pinkster in Tilburg, bij Pinkpop. 60.000 jonge mensen
hotsend en dansend en zingend. Het is Gods tegenstander die elke keer weer probeert onze lieve jonge mensen ook mee te zuigen in die wereld en te verleiden. Nee, nee, zei iemand tegen mij, Joop de Vries, daar wordt niet gezongen. Geloof, zei God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Een bekende Urker zei onlangs tegen mij, vriend, bakens die boven water staan, die moet je omzeilen. Wat een scherpe gedachte is dat. Het zou daarom te prijzen zijn, nogmaals, lieve jonge mensen, tref jullie niet. Maar het zou te prijzen zijn dat de jeugd, de jongeren weer massaal in de kerk zouden komen. Want ik zeg er dit gelijk bij, ook in de richting van de camera. Beste jonge mensen, je kan niet gemist worden. Je hoort erbij. En Jezus heeft ons als christenen meer dan ooit voor de keus gesteld. Of je hebt God lief, of je hebt de wereld lief, met al zijn verleidingen. Ja, helaas, we kunnen natuurlijk niet van twee walletjes eten, dat begrijpt u ook wel. Maar weet je wat Paulus zei in Efeze, in de brief aan de Efeziërs? Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Nogmaals, jongelui, verkijk je daarom niet op de tegenwoordige wereld van vandaag. Want de verleidingen, dat zul je met me eens zijn, die zijn heel groot. En laten we daarom als ouderen en jongeren volhardend blijven geloven in de reddende hand van uw God. Want deze wereld lijkt vandaag wel totaal uit het lood te zijn geslagen. Je wordt toch bang van dat toenemende zinloze geweld, de agressie, de criminaliteit, de vele moord- en steekpartijen, haast dagelijks op het journaal. Dan zult u zeggen, hoe is het nou verder eigenlijk met Demas afgelopen? Daar zijn allerlei gissingen over, maar daar begeef ik me niet op dat pad. Want weet je wat opvallend is? Gelijk al in vers 1 maakt apostel Paulus er gebruik van door te zeggen, als het dan gaat hoe het met Demas is afgelopen, dan oordelen wij natuurlijk niet. Maar vers 1 zegt al heel duidelijk gelijk dat God alleen het is die levenden en doden zal oordelen. Maar wij dienen wel als schapen van de kudde niet weerspannig te zijn. En laten we de woorden van David waarvan we gezongen hebben na de wetslezing in Psalm 32 maar ter harte nemen, waar David zegt, wees nou niet als een muildier, want wie God ontvliedt, heeft ondergang te vrezen. Of zoals de oude berijming zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ja, ik dacht ook nog aan Jona toen ik 14 dagen geleden met deze preek bezig was. Een profeet van God met een machtige opdracht. Jona, ga naar Nineveh en predik tegen haar al die goddeloosheid. En wat zei Jona? Ik ga niet naar Nineveh. Daar denk ik niet aan. En ook hij vluchtte, net als Demas, weg van het aangezicht van God. Gemeente, broeders en zusters, jongelui.
Wij zouden onszelf eens de vraag moeten stellen: wie ben ik eigenlijk voor God? Wat deed het niet voor ons? Denk eens aan die donkere nacht, dat die herders daar de kudde bewaakten. En die stem uit de hemel met die engel zei: zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, de verlosser, de redder der wereld. Want Christus, toen hij op aarde kwam, is hij bij ons komen wonen. En dat heeft alles te maken met die hele bekende Bijbeltekst uit Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En daar kun je dus je eigen naam invullen. Al zo lief heeft God u gehad. En al zo lief heeft God ook jou gehad. En wat heeft Jezus gedaan, de Zoon van God? Hij heeft van onze vele vragen, en wie topt daar niet mee? Wie heeft er geen slapeloze nacht met bepaalde dingen die door je hoofd spelen? Allerlei vragen. Hij, Jezus, maakte voor al die vragen van ons uitroeptekens. Hoe rijk is dat? Dat biedt toekomstperspectief, zodat u en ik en jij eens met Christus mogen opstaan tot een nieuw leven, op de nieuwe aarde die God beloofd heeft aan zijn kinderen. Daar zal dus geen oorlog meer zijn, geen zorgen, geen ziekten, geen verdriet, geen moord, geen steekpartijen, geen corona. En zelfs geen stikstof of kabinetscrisis meer. Ten slotte, Billy Graham had de eerste jaren van zijn prediking en zijn machtige grote campagnes met 10 en 20 en 50.000 mensen geen bevrediging. Zijn prediking werkte dus niet zoveel uit, terwijl Billy Graham een machtige spreker was. Een geweldige enthousiaste. De ouderen zullen het wel eens op de tv hebben gezien. Er kwamen dus wel heel veel mensen luisteren, maar die boodschap had niet veel effect. Totdat een goede vriend een keer bij hem op bezoek kwam en Billy Graham vroeg naar zijn prediking. En toen zei die vriend: Billy, jouw prediking is wel intellectueel verantwoord en je hebt geweldige gaven, maar je moet een andere insteek maken. Want, zei die vriend, hoe kunnen mensen, zondaren, anders tot geloof komen als jij ze niet brengt aan de voet van Jezus kruis? En Billy Graham had er goede noten van genomen. En nadien, ja inderdaad, kwamen op zijn machtige preken en toespraken honderden mensen tot geloof. En ze raakten er diep van overtuigd dat ze door het bloed van Jezus Christus gewassen dienen te worden. En de Heilige Geest deed hen overtuigen dat ze tot kinderen van God dan zouden worden aangenomen. En meer nog, dat ze ook eens thuis zouden komen bij God in het Vaderhuis. En iedere keer riep Billy Graham in die overvolle stadions op
op een bezielende wijze tot geloof en tot bekering. En dan schalde het door die stadions. Ik heb het 1 keer zelf in mijn leven mee mogen maken. Met duizenden mensen. En ik hoor het nog. Het is al jaren geleden. Het schalde door die stadions. En dan sprak hij met klem. Aan het eind van iedere toespraak, van iedere preek. You must back to God. Woorden die diep insneden in mensenharten, zodat vluchten niet meer mogelijk was. Demas, where are you? Demas, go back to God. Demas, het is nog niet te laat. Amen. We zingen nu gemeente van gezang 430, vers 3, 4 en 6. Gezang 430, vers 3, 4 en 6.
Zullen we danken en bidden, gemeente? Laat ons bidden. Warmhartige God en hemelse Vader, wat bijzonder. Wat een apart verhaal in uw woord. Zoals Demas. En we bidden u hartelijk, wilt u geven wanneer ook in de wereld van vandaag steeds meer Demassen op de vlucht slaan, dat uw woord ze aan mag spreken. Go back to God. Ga terug naar God. Want u bent immers onze Vader, onze trooster, onze liefdevolle Vader, die zich over ons ontfermt als gemeente, als ouderen, mensen van middelbare leeftijd. En vooral ook dat u zich ontfermt over al onze jonge mensen, over onze kinderen, zelfs over onze baby's, die nog niets van dit alles begrijpen. Maar u bent een machtig God en laten we niet alleen lichamelijk mogen groeien, maar ook geestelijk in de dingen van u en van uw koninkrijk, opdat we rijk mogen worden in u en de onderlinge bijeenkomsten, zo uw heilig woord ook ons voorhoudt, de bijeenkomsten zondags niet na te laten, maar dat we u willen dienen, dat er jonge mensen zich aan zullen melden op allerlei manieren om bezig te mogen zijn in het koninkrijk van u. Dat eens straks neer zal dalen van u uit de hemel. Waar geen verdriet meer zijn zal. Geen pijn. Geen tranen meer worden geschreid. Maar waar u alles en in allen wil zijn. Wij willen hartelijk bidden, ook voor mevrouw Weits van de Waldadrift 46. U kent mevrouw Weits. U weet ook wat er in haar hart leeft en wat ze mankeert. Maar wilt u haar grote geneesheer zijn, opdat ook deze mevrouw Weits mag ondervinden en ervaren wat is God goed, wat is God groot. Heere, ontfermt u zich ook over haar en leg uw handen op haar schouder, opdat ze met de psalmdichter mag zeggen, uw hand rust op mij. Wees haar nabij. De komende tijd, ook zij zal vragen hebben, wat komt er allemaal nog? En vooral met de ziekte waarmee ze topt. Maar wilt u haar grote geneesheer zijn, Heere? En dat u zich over haar, mevrouw Weits, zal blijven ontfermen. Heere, we zouden u veel kunnen bidden, maar we willen u vooral ook danken voor alle liefde en trouw en alle zegeningen die u ons elke dag overlaat. We zouden ze moeten tellen, maar ze zijn ontelbaar. En daarom danken wij u en komt u juist toe de lof en de eer en de aanbidding voor al die zegeningen die u ons dag aan dag schenkt. Als we dat vergelijken, heren, met het volk van Oekraïne, wat een barbaarse toestanden daar zijn. En dat vanuit Moskou niet gezegd wordt, vrede zij u. Maar juist andersom, bombardementen, vooral op burgerdoelen en medebroeders en zusters ook getroffen worden, zo we hoorden, door al die ellende, al dat oorlogsgeweld. O God, ontfermt u zich over het volk van Oekraïne, maar er zijn ook andere volken.
In de hoorn van Afrika, zo we deze week hoorden, heren, dat er tienduizenden kinderen sterven door de honger. Geen voedsel, geen drinken, uitgemergelde kinderen. Het gaat ons aan het hart. O Heere, wees hen nabij. Waar zouden we zijn? Waar zouden wij zijn, o God, zonder vertrouwen in wat komt? Waar zouden we zijn als we alle hoop zouden verliezen? Waar zouden wij zijn als alle moed ons ontnomen werd? Waar zouden wij zijn als ook uw wijsheid ons ontviel? Waar zouden wij zijn als u ons geen kracht zou geven? Waar zouden wij zijn zonder vreugde bij u vandaan? Waar zouden wij zijn, o God, als we niet leefden in uw vrede? Vervul ons dan met uw geest, totdat uw koninkrijk komt. En dan zouden we u nog heel veel kunnen vragen, maar u is alles bekend. En al zijn er dan 1000 vragen, en al begrijpen wij u niet, o God, blijf ons dan in liefde dragen, u die alles overziet. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om die nieuwe morgen, om die toekomst vol van hoop. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel ook dat de koster vanmorgen betijds de deur open kon doen. Dank u wel voor de organist op de orgelbank, die meesterlijk spel laat horen. Dank u wel voor alles. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag met blijdschap uw gave geven en we zingen als slotlied daarna gezang 192, 1, 4, 5 en 6. Ik herhaal, gezang 192, 1, 4, 5 en 6.
Gemeente, laten we zo heen gaan onder de zegen van onze goede God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.